Stapels kisten staan voor de drukkerij. Hierin zitten onderdelen voor de nieuwe drukpers. Onder toeziend oog van de directie van Reclameland worden de 5 druktorens van de pers binnengereden en uitgepakt. Het is voor het eerst dat zo'n drukpers wordt geïnstalleerd. Het is een wereldprimeur die we hebben. Het is een drukpers waar we heel snel heel veel visitekaartjes bijvoorbeeld mee kunnen maken. Hij is supersnel in wisselen. Hij bespaart heel veel papier met inschieten. Het is een hele bijzondere pers daarmee. Het bedrijf is 6 jaar geleden begonnen. Nu telt het al 40 medewerkers. En dat in een tijd dat de helft van de drukkers het loodje heeft gelegd door de digitalisering van informatie. Maar daar plukt het bedrijf juist de vruchten van. Ja, absoluut. Het is juist de ideale combi. Mensen willen op een makkelijke manier bijvoorbeeld briefpapier bestellen. Overdag werken, 's avonds als de winkel dicht is nog snel even het briefpapier bestellen. Ja, dat kan online en dat gaat hartstikke makkelijk. Terwijl de nieuwe pers wordt geplaatst, gaat het werk gewoon door. Er is geen mogelijkheid de boel even plat te leggen. Wij groeien er tegenin, voornamelijk omdat we heel veel opdrachten hebben. Dan kan je dus en goedkoop inkopen, je koopt veel in. En een heel belangrijk punt is, wij verzamelen de opdrachten. Dus wij drukken in één keer 75 verschillende visitekaartjes. Ja, dan kan je heel hard. Door de nieuwe pers kunnen er 5 nieuwe mensen werk vinden. Over ongeveer 3 weken is de Heidelbergpers operationeel.